Hier staan we op het punt waar wat gaat gebeuren. Dit is de T-splitsing die veranderd wordt in een rotonde. Vanaf hier gaan we dus de Ritkampen in en dan vanaf 7 maart lukt dat niet meer. De aannemer die sluit dit vak al helemaal af. Dit is ook het vak wat de aannemer gebruikt voor zijn opslag van materiaal en de toevoer van het bouwverkeer wat hier ook moet zijn. Hij gaat het ook gebruiken voor het afvoer en eventueel misschien wel voor opslag voor wat grond of wat andere zaken. En hier rechts hebben we dan ook een parkeerplaats die mensen nu gebruiken als parkeerplaats. En die worden ook gehandhaafd en worden wegsregeling. We rijden hier de kruising al op, de T-splitsing, en dit wordt straks een rotonde. Op 26 maart is die weer open, dan is de rotonde. En we doen dat om de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. En vergeet niet dat deze T-splitsing is gemaakt in de jaren 90. Toen hadden we nog geen ziekenhuis en vanuit het ziekenhuis komt nu heel veel verkeer. En al dat verkeer kan de rotonde veel beter verwerken. En daarom doen we dit. We komen nu op de Willy Brandtlaan waar het verkeer straks inderdaad gewoon de drukte ervaart van het vele verkeer wat vanuit Rietkampen komt. Dus de enige doorgang of de enige uitgang van de Rietkampen. En dat zullen ze hier straks gaan merken. De verkeerslichten krijgen straks langer en vaker groen. En dat betekent dat de files hier niet zo heel lang zullen zijn als men verwacht. En we hopen ook dat het ook zijn effect zal hebben. We rijden nu het ziekenhuisterrein weer op. Het expeditieverkeer of het vrachtverkeer, de toeleveranciers, de taxis kunnen gewoon deze weg straks blijven rijden. Het verkeer wat uit de garage komt, rijdt de normale weg en via een doorsteek komen ze dan weer op de Laan der Verenigde Naties. En dit wordt de belangrijkste route voor de spoedeisende hulp. Nou, hier links van mij gaan we een doorsteek maken zodat het verkeer dat uit de spoedeisende hulp, maar ook uit de parkeergarage, de Laan der Verenigde Naties kan opdraaien. We halen een boom weg, die boom planten we ook later weer terug. En dan zie je er eigenlijk niks meer van terug. Maar we maken hier wel een vrij comfortabele weg, zodat iedereen ruim de bocht kan maken en op dat kruispunt weer kan komen en hun weg kan vervolgen. Ik rijd op de Laan der Verenigde Naties, langs de Cinemac. Als je naar het centrum moet, ga dan bij de rotonde rechtsaf, Zandlaan op en dan ben je snel in het centrum. Moet je naar de snelweg, ga dan bij de rotonde linksaf, de Willy Brandtlaan op. Richting de snelweg. En hier komen we direct bij de paaltjes die deze wijk afsluiten van het andere gedeelte van de wijk. Deze worden weggehaald en alle auto's zullen dus door dit gedeelte van de wijk moeten om de wijk uit te komen. Wat we wel hier doen, is tijdens de spitsuren zetten we hier verkeersregelaars neer. Verkeersregelaars, omdat het is een belangrijk fietspad, het singelpad. En als het singelpad, de fietsers zijn dan niet gewend daar verkeer te ontmoeten. En dat betekent dus dat daar vervelende situaties kunnen ontstaan. En daar zetten verkeersregelaars neer om dus de veiligheid daar te waarborgen.